Net wat ik je zei, een underdog. Hij zette zich in voor die fabriek. Dan gaat zijn vrouw nog vreemd met de advocaat van de fabriek. Dus die gaat met hem naar bed. En huppakee. Hij wordt aan alle kanten besodemieterd. Aan het einde van die serie heeft hij het dan toch gered. Hij dit, de fabriek gered. En Jeroen ontslagen, dus de advocaat is weg. De concurrerende directeur Kampers van de andere suikerfabriek lukt het niet. Dit is een ramp, Hageman. Al die publiciteit eromheen. Dan stapt hij zijn auto en gaat hij naar het zuiden, gaat hij naar Portugal. Zo, de klus is geklaard. En dat gunde dat hele Nederlandse publiek me. Omdat iedereen houdt van die underdog. En die hoopt dat die underdog het wint. Want in de praktijk wint de underdog het bijna nooit. Dus ik won het dan wel. Nou, dat deed die mensen verschrikkelijk genoegen. Dat was een voordeel voor die rol. En wat me wel heeft verbaasd is dat juist die figuur Jannie, die eigenlijk helemaal niet zo prominent aanwezig was in dat eerste gedeelte, dat het de mensen zo aansprak. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ze is best een tragische figuur, maar ze is wel iemand die heel duidelijk ook toch kiest. Ze ziet gewoon dat hij bij die vrouw moet blijven. En ze hebben dus een korte affaire samen. En zij gaat toch weg uit het leven van Dries en van zijn vrouw. Dat doet ze wel, omdat ze dat gewoon niet. Ja, dat klopte voor haar niet. Het was, zo zou zij nooit een relatie kunnen beginnen. Kijk, dat mogen ze nu wel weten. In het begin mocht dat niet. Maar oorspronkelijk zou Guus Hermes mijn rol spelen. Die later dus en ik zou die concurrerende directeur zijn die met die sabotage bezig is en al die dingen meer. Maar Guus die wilde op een bepaald moment niet. Die moest ook weer een voorstelling opnemen en een repeteren. En een toneelvoorstelling bij Joop. En zei toen, ja, dat kan ik nog niet weer combineren met die hoofdrol in de fabriek. Dat kan niet. En toen ze daarover praten, zei dus Andrew Wilson, die ons eigenlijk allemaal, de regisseur, voor het eerst zag, nog nooit met ons gewerkt, zei toen tegen Joop, nou ja, dat nou toch komt dat Guus het niet wil. Maar ik heb steeds het gevoel gehad, Rudy is veel meer die self-made man. Die man die zich van onderop opgewerkt heeft naar de directeurspost. Dan Guus die toch iets gesetteld over zich heeft al. En toen hebben ze dat besproken. Joop en Guus en Andrew en Keuls. Want Keuls had niet die rol voor mij speciaal geschreven. Want dat stuk had al geloof 3 jaar op de plank gelegen bij de Tros. En was steeds nooit gespeeld. Dus dat was echt niet voor mij bedoeld. En toen zei Joop, toen werd ik opgebeld, zei Joop, je moet eens even komen. En toen hebben we in de studio, hij had nu nog zijn studio in Bad Hoeverdorp, met een video verschillende scènes gespeeld. Guus dus in de rol van Kampers, de concurrerende directeur, en ik als Rustenburg. En toen zeiden ze, ja, dat is inderdaad beter. En zei Guus zelf ook. En zo ben ik dus Rustenburg gaan spelen. Het fijne van televisie en film vind ik dat je, dat je zo subtiel en sumier iets kan neerzetten. En ik vind ook heel erg, je bent ook heel erg afhankelijk van een regisseur, vind ik, bij televisie en bij film. Soms speelde ik het even te strak. En dan zei hij ook, dat was meestal zijn aanwijzing, Rudy, I need a little bit more philosophy. Meer philosophy. En dat deed ik wel eens, daar werd Diana gek van. Ik kwam mijn secretaresse binnen dan. En dan speelde ik hem à la Tsjechov, hè? Dus meer van, heb je dat contract gelezen? Dat gaat niet door te gaan. En dan dacht Diana, ik word gek, wat staat hij nou weer doen? Die gek ben je, die begon dat te lachen, de schmink liep door. En dan zei hij alleen, it's a little bit too much philosophy. En de volgende dag, meteen daarna die scène, stond hij er perfect mee.